Hallo allemaal, we zijn hier te gast bij Jurgen van de Wallen van Wijngoed Rode. Domein Wijngoed Rode. Dank u wel, Jurgen, dat we hier even op bezoek mochten komen. Vertel een keer, wat is juist het concept en hoe zijn we eraan begonnen? En God, het is zo dat wij in 2011 begonnen zijn met een kleine proefwijngaard. En die resultaten waren wel goed. Mm-hmm. En de reacties van de mensen ook. En dan hebben we stelselmatig de wijngaard uitgebreid tot de vorm en de grootte zoals vandaag. En we hebben ook sinds kort een gebouw gerealiseerd. En om die opening toch wat plechtiger te maken, hebben we een openingsweekend voorzien. Onder de noemer Wine at the Vineyard. Eigenlijk een open concept waarbij dat iedereen welkom is. Zeker met tal van animatie. Foodtrucks, live muziek, rondleidingen, kinderanimatie, springkastelen. Eigenlijk het ganse spectrum om iedereen content te maken. Ja, ja, ja. En hoe groot is uw domein, zo dacht je? Vandaag hebben wij een 5000-tal planten die we verzorgen. 5000, amai. Ja, dus... Ja. En doe je alles zelf, uw echtgenoot? Ja, doen alles zelf. Ik heb mijn echtgenoot naar de kraker. Dus van het verzorgen van de plant tot het maken van de wijn en het ook aan de man brengen. Dus we kennen iedereen persoonlijk, we worden echt gesloten. Super. En, maar nu, om ons gebouw wat in de picture te zetten, doe je eenmalig ook een vrij toegankelijk moment. Ja. Dus, en kunt je de wijn hier ter plaatse ook kopen, jullie wijn? De wijnen zijn beschikbaar, als er nog zijn, via ons rechtstreeks. Super. Dus ik zou zeggen, beste volgers, als jullie graag wijn drinken of willen genieten van deze mooie streek, kom zeker een keer een bezoekje brengen. Vooral hier het weekend, zaterdag 22 en zondag 23 juni dit jaar. Tussen 11 en 18 uur zeker komen. Het is zeker de moeite waard. Tot de volgende keer, Jurgen. Ja, tot ziens. Dankjewel. Ja, dag.